We zijn in de 16e eeuw. Philips II is dan koning. Vanuit zijn paleis in Spanje regeert hij over zijn rijk. En daartoe behoren ook de Nederlanden. Die worden bestuurd door Nederlandse edelen, in naam van hun koning Philips II. De belangrijkste edelman is Willem van Oranje. Philips heeft grootse plannen. Hij wil meer eenheid in zijn rijk. En daarom moeten overal dezelfde wetten en regels gaan gelden. De Nederlandse edelen krijgen daardoor minder te vertellen over hun eigen land. Daar zijn ze natuurlijk niet blij mee, maar ze moeten Philips gehoorzamen. En er speelt nog meer. In die tijd is iedereen gelovig. De mensen lezen de Bijbel en doen wat de kerk hun voorschrijft. Toch zijn er ook mensen die kritiek hebben. Ze willen geen kerk die volstaat met beelden en kostbare schatten. Ze willen een kerk die eenvoudig is, zonder afleiding, waar je alleen kunt zijn met God. Maar Philips II moet daar niets van weten. De kerk veranderen, dat is uitgesloten. De kerk blijft zoals die is. Voor mensen met kritiek op de kerk, de protestanten, is geen plaats. Heer, ik heb gezworen de heilige moederkerk, te vuur en te zwaard, te beschermen tegen het verderfelijk kwaad van de ketterij. Ik heb het daar soms moeilijk mee. Ik smeek u, zorg dat ik standvastig blijf. Maar de protestanten houden vol. De kerk moet veranderen. Maar ja, durf dat maar eens te zeggen in die tijd. Daar had je moed voor nodig. Want als je Philips niet gehoorzaamt, staat je een zware straf te wachten. Hoeveel ketters worden er vandaag verbrand? Als ze geen berouw tonen, 15. Willem van Oranje en de andere edelen maken zich zorgen. Philips treedt veel te hard op tegen de protestanten, vinden ze. Iedereen moet op zijn eigen manier kunnen geloven. De edelen vragen of hij wil stoppen. Maar Philips luistert niet naar de edelen. Hij is de koning. Hij gaat gewoon door met straffen. U bent onze koning. Hoe kunt u toezien hoe uw onderdanen worden gemarteld en vermoord? Ik zou zelf takkenbossen aandragen voor de brandstapel van mijn eigen zoon, als hij een ketter was, zoals jij. De edelen zijn teleurgesteld. Een koning moet voor zijn volk zorgen, rust en veiligheid bieden. Niet de mensen angst aanjagen. Als wie dan ook. De gewone mensen zijn het met de edelen eens. De koning is veel te streng. Bovendien is er honger in de Nederlanden. Maar Philips ziet dat niet daar ver weg in Spanje. De mensen zijn radeloos. En dan doen ze iets wat niemand had kunnen bedenken. In groepjes gaan ze de kerk in. En dan vernielen ze alles, de ene na de andere kerk. Een storm van vernielingen raast door het land. De beeldenstorm. Willem van Oranje schrikt enorm. Hij weet hoe Philips is. Als hij hoort van de beeldenstorm, dan zal zijn wraak verschrikkelijk zijn. Niet alleen voor de mensen die het gedaan hebben, maar ook voor Willem zelf en de andere edelen. Want die hadden het moeten voorkomen. Willem wacht de reactie van Philips niet af. Hij vlucht naar zijn familie in Duitsland. En hij krijgt gelijk.
Philips is razend. De kerk, de heilige kerk van God, in stukken geslagen. Hoe durven ze? Meer dan 400 kerken zijn door de winterstorm verwoest. Er is bloed vergoten van onschuldige katholieken. Er is heiligschennis gepleegd. Dat weegt zwaar op mijn ziel. Ik lijd door wat is gebeurd. Alva, u gaat met een leger naar de Nederlanden. En u krijgt onbeperkte volmacht de schuldige zonder aanzien des persoons te straffen. Ik zal geen meelij hebben met Gods vijanden, maar mijn plicht doen tegenover God en tegenover u, majesteit. Mijn gezag als koning is getart en de godsdienst besmeurd. Beschouw uw missie als de kruistocht van een katholiek leger tegen de opstandelingen en de ketters. U vervult een goddelijke zending. Philips stuurt een groot Spaans leger naar de Nederlanden. Aan het hoofd zijn beste generaal, Alva. Alva laat iedereen die ook maar een beetje verdacht is oppakken. De daders krijgen zware straffen. Zelfs twee belangrijke edelen worden onthoofd op het marktplein, zodat iedereen het kan zien. Zij hadden de beeldenstorm kunnen stoppen. Nee, moeten stoppen. En dat hebben ze niet gedaan. Willem moet iets doen om Alva te stoppen. En dat kan maar op één manier. Met een leger. We moeten met alle middelen die we hebben nu troepen werven en vechten. Ook al zijn we niet zo sterk als de legers van Alva. Eindelijk. Zo mag ik het horen. Van drie kanten zullen de Spanjaarden worden aangevallen. Vanuit het oosten, vanuit het zuiden en vanaf zee. Op zee zwerven Nederlanders rond die ook gevlucht zijn voor Alva. Ze noemen zichzelf watergeuzen. Zij zullen enkele havensteden aanvallen. Maar voor de strijd losbarst, raken de watergeuzen in een storm verzeild. Die drijft hun schepen naar de haven van Den Briel. Ze merken dat de Spaanse soldaten op dat moment de stad uit zijn. Den Briel wordt dus niet verdedigd. Wat een kans. Ze veroveren de stad in naam van Oranje. De Spaanse vlag wordt gestreken en de vlag van Willem van Oranje in top gehezen. Als Alva het nieuws hoort, is hij niet onder de indruk. De Briel ingenomen? Nee, is niets. Maar Alva vergist zich. De overwinning van Den Briel geeft de Nederlanders kracht. Ze kunnen de Spanjaarden verslaan. Die zijn niet onoverwinnelijk. De opstand is nu echt begonnen. Natuurlijk geeft Philips het niet zomaar op. De Nederlanden zijn van hem. En dus vechten de Spanjaarden door tegen de Nederlanders. Een strijd die nog jaren zal duren. Ziezo, fragmentje is afgelopen. En dan gaan we eens gaan kijken naar de vraagjes die moeten worden beantwoord. Hè.